Ik ga hem gewoon doormidden snijden. Het is de deel. Wat is die hersenstam? Ik voel me net Waar in je brein zit je bewustzijn? De Universiteit van Nederland presenteert hersenonderzoeker professor Dr. Jeroen Geurts. Dames en heren, de vraag der vragen. Waar zit onze geest? Of misschien wat is onze geest? Die geest, dat is natuurlijk. Dat is, ja, dat is de, de heilige graal van de neurowetenschapper. Verklaren hoe wij, wij worden. Waarom voel ik mij geurts en waarom voelt u zichzelf, nou u voelt zich ook geurts, hebben we net ontdekt. Maar, um, maar, maar los van, van naamsgelijkheid, hoe kan het dat u zichzelf u voelt en dat ik mijzelf mij voel? Het feit dat wij hier zitten, dat u mij ziet, dat u mij uh, hoort praten en dat opslaat in uw, in uw geheugen en daar iets mee kunt. Nou, die geest die, die zoeken wij natuurlijk in dat brein. Dat is al heel lang zo. En we hebben hem nog steeds niet gevonden. En dat komt omdat het een ongelooflijk moeilijk probleem is. René Descartes heeft iets heel belangrijks gedaan. En ook iets heel vervelends, want we hebben er nog steeds last van. Een filosoof en wiskundige. Ik zie een aantal mensen al knikken dat ze hem kennen. Dat is fijn. Hij heeft heel goed nagedacht, maar heeft uiteindelijk een foutje gemaakt. En van dat foutje hebben we nog steeds last. Want mensen denken nog steeds. Heel erg dualistisch na in hersenwetenschap. Wat is nou precies dualisme? Dualisme betekent, je hebt zoiets als een geest en je hebt zoiets als een lichaam, waartoe ook een brein behoort. Descartes deed zijn beroemde twijfelexperiment. Een twijfelexperiment waarbij hij zei, ik weet niet of u hier bent. Ik weet het echt niet. Ik kan thuis in mijn bedje liggen dromen en misschien droom ik u wel. Ik weet ook niet of die hersenen hier op een plank liggen. Dat zou ook een illusie kunnen zijn. Ik weet zelfs niet of mijn lichaam er is. Dit blauwe pak. En wat ik wel weet, onbetwijfelbaar weet, is dat ik aan het twijfelen ben. En daar heb ik die denkende geest kennelijk voor nodig. Hè? Dat die denkende geest is aan het twijfelen. En die is er dan toch. En daar komt uit voort: cogito ergo sum. En dat kent u misschien ook wel. Dat is een heel bekend geworden adagium, cogito ergo sum. Ik denk, dus ik besta. Ik denk, dus ik besta. Oké, okay, er is dus veel op af te dingen, maar dan wordt het een filosofiecollege en we waren met hersenen bezig. Um, Descartes had natuurlijk een probleem, want was een hele rationele, wiskundige, fysisch ingestelde persoon. Heel redelijk in alle zinnen. had ook heel veel hele redelijke collega's. Ze zaten in de verlichting in die tijd, dus mensen stelden elkaar kritische vragen. Die wetenschap zat goed in elkaar. En een van die kritische vragen was, nou dat is mooi dat jij nou hebt gezegd dat er zoiets is als een res cogitans, namelijk iets wat denkt en res extensa, alles wat niet denkt, maar wat ruimte inneemt, wat materieel is, bijvoorbeeld dat brein. Maar die twee hebben wel iets met elkaar te maken. Die geest zet dat, dat lichaam wel in actie, dat is onze alledaagse ervaring. Dus hoe kan dat dan? Hoe gaat dat dan? Hoe gaat die interactie nou uh, in zijn werk? En eh, Descartes had daar eh, lang en diep over nagedacht en kwam er niet uit. En die eh, kwam uiteindelijk met nog best een ingenieus voorstel. Die zei: Nou, ik denk dat er een klein kliertje is. Ik kan dat denk ik niet vinden in een van deze modellen. Het is veel te klein. Het zit achteronder in onze hersenen. Als u hier een gaatje zou boren en u zou ongeveer een centimeter of vijf naar binnen toe gaan, dan zit u in mijn pijnappelklier. Kent u dat, de pijnappelklier? Kent u? Oké. Okay. Die pijnappelklier, um, daar vindt die interactie plaats tussen lichaam en geest. En dat zei hij, niet helemaal out of the blue, dat zei hij omdat die pijnappelklier als een van de weinige structuren in de hersenen niet gepaard is, dus niet in tweevoud aanwezig. We hebben twee hersenhelften, twee hippocampi, twee thalami enzovoort, maar we hebben maar één pijnappelklier. En die pijnappelklier die zweefde ook nog eens. Dus dat moest iets unieks zijn, hè, letterlijk bijna. Nou, niet bijna, letterlijk. Die, die zweeft ook nog een klein beetje in al die, in al die hersenvloeistof. En die, die wassen als het ware om die pijnappelklier heen. En op die pijnappelklier heb je dus de grootste kans dat de interactie tussen dat geestelijke en dat materiële plaatsvindt. Dat is niet waar. Nee, het is gewoon, het is gewoon simpelweg niet waar. Dat is voortschrijdend inzicht. Hè, zeggen we dan. Dat is niet waar. Pijnappleklier is niet de zetel van de ziel. Pijnappleklier is waar u last van heeft als u een jetlag heeft. Ja, simpel. Die die, um, die is het niet. Later zijn er allerlei andere uh, mensen, slimme mensen hoor. Hele slimme mensen. En die hebben belangrijke dingen gedaan. Want die hebben geprobeerd te lokaliseren. Die hebben geprobeerd anatomisch te lokaliseren. Die hebben gezegd: Nou, misschien is er wel een ander gebiedje in de hersenen. Uh, bijvoorbeeld, er is een soort, soort, soort plaat. Grijze stof die ik u vandaag nog niet heb laten zien. Um, en die plaatgrijze stof, dat heet het klaustrum, die is heel dun, die kun je ook nauwelijks zien hier in, in, in zo'n brein, wat hier op tafel ligt. Um, maar die zit er wel over de hele lengte van het brein. En een van de ontdekkers van ons DNA, die ging zich op latere leeftijd bezighouden met het bewustzijn, die zei nou: dan zit het bewustzijn daar. Want die zit zo breed over die hersenen. Um, en we weten eigenlijk niet wat het anders doet, dus misschien is het wel. Het bewustzijn. Misschien heeft dat wel een belangrijke rol in het bewustzijn. Niet zo heel gek gedacht, maar waarschijnlijk toch ook niet waar. Nou, dat, het begint er een beetje op te lijken dat we dat bewustzijn in dat brein niet gaan vinden. En dat is ook zo. Dat gaan we niet vinden in de zin waarop u het zou willen vinden, waarop ik het zou willen vinden. En Zoals wij hier zitten en bewust zijn, dat is al veel meer dan een kalf bewust is natuurlijk. En, en dat bewustzijn, dat kunnen we eigenlijk onvoldoende verklaren aan de hand van snijden in dat brein. We kunnen toch wel iets zeggen, denk ik. We kunnen wel een aantal belangrijke structuren aanwijzen. Ik ga even een, een, een ander brein halen. Want ik heb dit natuurlijk... Nee, oké, okay, moment. Uh, ja, kunt u mij nog horen? Ja, ik ben het niet aan het slachten. Het is het... Maar het is hier druk, er staat van alles. Dus ik moet even dat brein... Uh, ja, 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 ik heb het hoor. Oké. Okay. Als ik dit soort dingen doe, snap ik eigenlijk wel waarom mensen denken dat er mad scientists zijn. Het is natuurlijk toch een beetje raar om in brein te gaan zitten zoeken en dan. Nou goed, we um, gaan. Hier staan ze. Oh. Ik ga die jas niet aantrekken hoor. Ik vind het allemaal veel te veel gedoe. Ik ga die handschoenen wel aantrekken en ik ga. We hebben hier al een brein liggen, ik ga een tweede brein uit die emmer vissen. En dan gaan we kijken of er niet toch een paar dingen zijn aan te wijzen. Oké, okay, daar zijn we dan. Uh, die wel degelijk iets met dat bewustzijn te maken hebben. Hoppakee, daar zijn we. Nou, prachtig mooi nieuw breintje, even afdeppen. Dat is toch geweldig. Het is de harde schijf van zo'n kalf. Denk ik dan altijd. Dat is echt mooi. Daar zit al, dat hele leven zit daarin. Op de een of andere manier gecodeerd. We weten niet zo goed hoe we dat eruit moeten halen, die codes. Maar het zit er wel. Oké. Okay. Nou, ik weet niet of dit kalf nou een heel spontaan leuk leven heeft gehad. Ja. Oké. Okay. Ik ga hem gewoon door midden snijden. Dus we hebben weer grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam. En ik ga hem gewoon door midden snijden. Door de mediaanlijn zoals dat heet. En ik ga eerst eventjes die hersenstam eraf halen. Oké, nou, hersenstam eraf met cerebellum, he, met kleine hersenen. Eraf gesneden. Oké, okay. dan door de mediaanlijn. Moet ik hem een beetje open houden? En dan zo, hoppakee, door het midden, alsof het niks is. Hoppa, nou. Dan hebben wij hier. Nou, ik pak deze kant. Dan hebben we eigenlijk twee structuren waar ik het wel even met u nou, drie structuren waar ik het met u over wil hebben in het kader van dat bewustzijn en die geest. Dat is die hersenstam. Ik voel me net Leontien. Die hersenstam. En dan is er nog een gebiedje hier. U kijkt dus nu tegen de binnenkant van het brein aan. Uh, daar ziet u die vochtholtes zitten. Uh, ik wijs het weer even naar de camera. Uh, daar ziet u die vochtholte zitten. En uh, daaronder zit zo'n grote bol. En die grote bol, dat is deze hier. Dat is zo'n diepe grijze kern. De thalamus. Die moet u van me onthouden. Dus hersenstam, thalamus. En dan hebben we natuurlijk nog die buitenste grijze stof. Waar die zenuwcellen zitten. Oké? Okay? Hersenstam, thalamus, grijze stof. Hoe moeten we nou. Um, bewustzijn snappen aan de hand van die drie structuren. Nou, één de hersenstam. Als u een tik op uw hersenstam krijgt, staat u uit. Bent u simpelweg bewusteloos. Dus het is een soort aan- en uitknop van het licht. Als die aanstaat, dan zitten hele langgerekte uh, 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 cellen zitten daar in een, in een langgerekte groep bij elkaar, als die een signaal naar boven toe geven, naar dat, naar dat, naar dat brein, uh, dan staat het aan. En dan bent u wakker en verder niks. Maar dat is natuurlijk niet wat we willen verklaren. Dus die talemus is nog belangrijk. Die talemus is belangrijk omdat het een enorm schakelstation is. Je moet je dat voorstellen uh, als een telefooncentrale, waar, hè, is een ouderwetse telefooncentrale, waar je, waar je uh, 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 kabeltjes verwisselt. Gaan signalen in en je zet ze door naar een, volgend, uh, een volgende structuur. En daarna zet je ze dan door naar een van die plekken in die hersenschors. Dus die hersenschors in zijn geheel. Ik ga even voordat ik hem weer weggeef. Wie van u dacht dat er slechts 10% van het brein gebruikt wordt? Ja? En u eerlijk? Echt? Oh, nou, het valt me reuze mee. Dat is niet zo. Want voor dat bewustzijn heeft u die hele cortex bijvoorbeeld nodig. Hè? Want u moet hier, als u vandaag zit, gaat u maar eens na. Dan moet u licht interpreteren, uh, kleur. Uh, geluid. U moet bepalen waar dat geluid vandaan komt. U heeft uw herinnering van vroeger. U uh, plaatst uw huidige ervaring in die herinnering van vroeger, in uw levensloop als het ware. En dus er moet enorm veel gebeuren. Misschien lijk ik wel op uw broer en, uh, en, en is daar nog een emotie bij. En dat, nou, dat moet er ook nog bij. Dus al dat is wat wij, zou ik zeggen, bewustzijn noemen. Bewuste ervaring noemen. Daar hebben we die hele cortex voor nodig. En die hele cortex die laat als het ware de, de hele tijd signaaltjes, geeft die af. Een signaaltje voor gezicht van grootmoeder, een signaaltje voor geluid van een bepaalde pitch, weet ik het, eh, enzovoort. En vervolgens eh, zit die thalamus daar, en dat is een soort dirigent, die, die dirigeert dat allemaal, die zorgt, als een, of een switchboard is ook een mooie, een mooie metafoor, eh, die zorgt dat dat allemaal een beetje in, in toom wordt gehouden, dat het een beetje aan elkaar wordt gezet. En die, een beetje aan elkaar wordt geplakt dat verhaal. En die hersenstam die zet als het ware het geheel aan. Nou, dan hebben we toch drie structuren die belangrijk zijn. Daar bent u teleurgesteld over, kan ik me voorstellen, want u wil veel meer snappen. En dan ga ik u meenemen dat dat snappen wij ook niet. Wij snappen het ook niet heel veel verder dan dit, maar we zijn wel ons best aan het doen. En ik heb een plaatje um, dat laat zien hoe we ons best doen. En dat is een plaatje van de World Wide Web. En. Elk puntje in, deze, in, in dit enorme netwerk is een computer. En die, computer, die, zijn, die computers zijn soms enorm verbonden met allerlei andere computers. En soms is het een computer die ergens op een zolderkamertje staat en die, die eigenlijk, uh, waar nooit wat mee gebeurt. Maar alles wat op die computer staat, al die data, al die verschillende uh, dingetjes die je op de C of de D of weet ik het wat voor partitie hebt gezet, die kunnen worden opgeload. Naar het internet. En dat internet weet tussen aanhalingstekens, dus een hele hoop, doordat al die computers er aan hangen. Zo zit dat ook in die hersenen. Die hersenen, er komt een soort overstijgend bewustzijn, en dan moeten we op gaan passen hoe we die taal gaan uiten. Hè, want dan, dat, dat, nou ja. Uh, ...dat verraadt hoe je daarnaar kijkt, zou ik willen zeggen. Maar in die hersenen is dus al die informatie nodig... ...en die stroomt als het ware uh, tot één geheel samen. Maar dit is ongeveer hoe uw bewustzijn zich moet voorstellen. Dat geeft dus ook aan dat u niet slechts 10% van uw brein gebruikt... ...maar dat u dat hele brein gebruikt. En dat al die gebiedjes die we met anatomie leren, dat die heel belangrijk zijn. Die moeten, we moeten snappen wat die bijdragen aan dat netwerk. Maar het netwerk is wel waar het om gaat, eigenlijk. Interessant, hè? Oké, okay. en dan wil ik eigenlijk eindigen, want ik wil eigenlijk nog één overstijgende conclusie maken, en dat is dat en dit plaatje gebruik ik de laatste tijd veel uh, bij studenten, bij lezingen, en dan, en dan stel ik me voor dat dit de boom van de neurowetenschappen is. En, en normaal staat hier natuurlijk. Prachtig in bloei, maar het is nu winter. Eh, en, en, en hij staat er wat kaaltjes bij. Maar wat u wel heel goed kunt zien. is dat er heel veel vertakkingjes zijn. En weer vertakkentjes van vertakkentjes. En vertakkentjes van vertakkentjes van vertakkentjes. En dat kenmerkt de neurowetenschapper. Tegen de neurowetenschappen. En het grappige is. Of eigenlijk het niet zo heel grappige is. dat die takjes. die groeien zo ver uit elkaar. dat de student die in dit takje terechtkomt. die doet bijvoorbeeld MRI-onderzoek bij ADHD. En, en weet ik het allemaal. die snapt deze student niet meer. want die doet. celwerk en die kijkt naar celletjes. en hoe die met elkaar praten. die spreken niet meer dezelfde taal. die zijn compleet andere kanten uitgegaan. En dat is de doodsteek voor de neurowetenschappen, dames en heren. Dat is echt de doodsteek. De... die boom gaat omklappen. Tenzij. Wij met z'n allen dit soort vragen blijven stellen: wat is bewustzijn? Wat is de geest? Dat zijn vragen die 2500 jaar oud zijn. Die komen echt als, nou ja, als zeer prangende wezens komen die via die wortels, die stam in, en die worden die blaadjes ingeduwd, en die blaadjes moeten goed samenwerken. Er is geen vakgebied dat zo ongelooflijk ingewikkeld is geworden als de neurowetenschappen, en er is geen vakgebied dat zo het nodig heeft om interdisciplineer te worden. En dat is iets wat ik in ieder geval iedereen vandaag mee wil geven, iedere hersenwetenschapper mee wil geven, iedereen die in hersenen is geïnteresseerd wil meegeven. Snijden in het brein is een eerste vereiste. Je moet snappen hoe het in elkaar zit, maar dan ben je er nog lang niet. Ik heb een ongelooflijk leuke avond gehad. Ik hoop u ook. Ik hoop dat uw breinen zijn veranderd. Dat is wel zo als het goed is. En ik dank u zeer hartelijk voor de avond.